Yo, Nintendo fans! Dit moet Mew voorstellen. De swingende priesteres Mew. Vandaag gaan we kijken of we in Miitopia meer informatie kunnen inwinnen over de duisterdeuren voor Mr. Iwata. En daarvoor moeten we iets doen voor Mew. Die heeft het over de verschrikkelijke sneeuwman dat die de poedergebergte onveilig maakt. En iedereen loopt gevaar en... Huh? Oh, zij wil iedereen graag een handje helpen. Ik dacht even dat ze de verschrikkelijke sneeuwman een handje wilde helpen. Maar... in haar eentje redt ze het niet. Dus zouden wij willen helpen? Natuurlijk willen wij helpen. Let's go, Mew. En dan hoop ik dat jij iets meer info voor mij hebt als Serena. Vind je dit een vette serie, dan weet je wat je moet doen. Terwijl wij naar het poedergebergte vliegen, mag jij even je duimpje omhoog doen. En niet vergeten om te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan wij eens even kijken hoe het hier in de sneeuw gaat. We zijn hier in het sneeuwveld. En in de vorige aflevering heb je kunnen zien dat ik Mario, Zelda en Shadow meenam. Maar nu gaan we voor andere characters kiezen. Jullie hebben gestemd in de comments. En we gaan straks zien wie ik meeneem. Laat ook gelijk even weten wie je wilt dat ik in de volgende video meeneem. Maar eerst moeten we nog eventjes met Shadow in de sneeuw chillen. En Shadow vindt het wel chill. Die houdt wel van sneeuw. Oh, gaan we sneeuwengelen maken? Ah, jammer dat we dat niet zien. Dat had ik willen zien. Wat zijn hier nou voor enemies? Deze wil ik helemaal niet slopen. Deze pinkies zijn vet cute. Wat een leuke enemies. Deze, ik wil een pinkie knuffel. Ik wil toch niet... Ik wil jullie toch niet kapot maken, lieve jongetjes. Kom op, man. Dat verdienen jullie helemaal niet. En toch? Hypermode strooisel. Ja, anders komen we niet verder, jongens. Ik zal ze moeten slopen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Arme pinkies. Doei, pingies. Kijk, die Mew ook achter ons aanlopen. Die Mew is echt super eng, jongen. Dat is geen Mew, man. Ik weet niet wat het is, maar het is geen Mew. Het is een soort van witte Sinterklaas met hele enge ogen. Nou, Kissy, mooi. Kikkersappie erbij. En een neus van Mario zit verstopt, zei hij net. Oh nee. Mario en Zelda, gaan jullie nou ook weer ruzie maken, jongen? Oh, doe nou niet. Oh, stelletje zeurpieten. Neem ik Zelda een keertje mee, hè? Gaat ze gelijk ruzie lopen maken? Oh, nee. Oh, ja. Ze gaan ruzie maken. Zelda en Mario. Kijk. Nee. Ze gaan... Oh, ze gaan samen elkaar slaan. Ja, lekker bezig, hoor. Stelletje nerds. Nou, ze hebben wel die Pingu geslopen. Dat dan wel. Oh. Ik word nu al wat moe van Zelda, jongens. Oh, nu preekt ze wel vrede en liefde. Oh, de ruzie is alweer voorbij. Zo snel. Oh, dat... Nou, oké, ze is wel snel in goed maken. Dat dan weer wel. Bam! En daar gaat de laatste kwelgeest. We hebben de herberg gevonden. En dat betekent dat we 900 mensen hebben gered. Maar dat ik ook zo de nieuwe characters in mijn team ga kiezen. Wat krijgen we voor goddelijk geschenkt? Meer HP-strooisel van 240 naar 260. Meer MP-strooisel van 80 naar 100. Maar geen meer hyper-strooisel. Dat zou ik ook graag willen. Helaas, dat zit er nog niet in. Oh, je Mario wil alweer nieuwe kleding. Ja, ik vind het wel een beetje duur. Ik wil zelf ook nieuwe kleding. Ja, die is even duur. Nou, weet je, dan ga ik gewoon mezelf nieuwe kleding geven. Gierig. Oh. Nou, dit krijg je ervan. Ja, dan koop ik ook weer een HP-banaan. Het is zo zonde. Waarom kopen we steeds van die stomme bananen, jongen? Oh, Shadow wil een wapen van 3300. Nou, dat gaan we niet doen. Dat is te duur. Ik heb dus penguin snackies gekregen. Zelda, vind jij penguin snackie lekker? Ja, daar hou je wel van. Nou, weet je wat? Dan krijg je er nog één. Alsjeblieft. De characters die ik vandaag mee ga nemen zijn... sowieso Red, want we hebben sowieso één sterke erbij nodig. Jullie zeggen dat Wooloo heel sterk wordt, dus die neem ik dan ook mee. En Luigi. Walking in a winter wonderland. Dit zou een mooie aflevering zijn voor de kerst. En ja, trouwens, Wooloo die gaat er gelijk vandoor. Die denkt, oké, doei, gaan jullie verder zonder mij, dag. Ze zijn wel blij, hè, dat ze mee mogen. Zelda gaat ruzie lopen te maken en Wooloo die verdwijnt gelijk in een gat. En die zegt van, nou, zoek het lekker uit. Een mooi verhaal dit. Kom op, Red, wij moeten het samen doen. Nou ja, we hebben natuurlijk ook wel gewoon Luigi bij ons. Dat dan weer wel. Let's go. Pap. Oh, wow. Oké, die sneeuwpoppen zijn niet zo heel sterk. Maar, jongens, even tussendoor. Hoe noem je een hele... oude sneeuwpop. Water. Laat even weten in de comments wat jullie van mijn grap vonden. Hoeveel, wat voor cijfer krijgt mijn grap? Ik hoop minimaal een 7. Oh nee, een blauwe Minotaurus. Ja, dat is wel een ding. Laten we gelijk allemaal in de hyper gaan dan. Want die blauwe Minotaurussen, die zijn super sterk altijd. Sneeuwpopje is kapot. Ik ga ze ook allemaal aanvallen. Dan is waarschijnlijk het andere sneeuwpopje ook kapot. En dan moeten we alleen de Minotaurus nog zien te fixen. Kom op, Luigi. Je kan het. Lekker. Samen kunnen we dit, jongen.
Lekker teampie. We hebben Wooloo helemaal niet nodig, jongens. Waar gaan we naartoe? Naar de bovenste of de onderste schat? We gaan naar de onderste schat. Wat zit erin? Wat zit erin? 990 monies. Extra money ben ik altijd blij mee. Ik heb heel veel money nodig om alle wapens en dingen allemaal te kopen. Oh nee, wie is er nou weer ziek, jongens? Sukker, die is ziek. Arme Zuckertje. Nou, rust maar lekker uit in bed. Terwijl Shadow en Zelda naar level 2 gaan samen. En eigenlijk moet ik nu... Ja, Wooloo en Red, die zijn al samen. Nou, dan is het prima. Wie wil er nog een betaalbaar wapentje? Luigi. Oké, jij wil een nieuw pakkie? Ja, dat mag van mij. Je wordt er alleen niet heel veel beter van, maar goed. Weet je, we moeten hem toch kopen. Je moet toch sterker worden, Luigi. Dus alsjeblieft, veel plezier met je nieuwe pakkie. Ja, en het nieuwe wapen voor mezelf ga ik niet kopen, want dat is 4100. Dat is echt zo duur. Even kijken, ik heb sneeuwmelk gekregen. Daarmee gaat de HP en de MP omhoog, dus ik geef dat even aan Zelda. Ja, kijk, Zelda vindt dat wel lekker. Helemaal goed, Zelda. En dan gaan we weer door. En dan moeten we nu langs deze professor Okidoki. What up, Okidoki? Heb je weer een leuke quiz voor mij? We gaan Wie ben ik spelen. Oké. Vraag 1. Wie is de angstaas Goomy? Ja, dat is natuurlijk deze derde... Ja, we kunnen het allemaal makkelijk herkennen wie is, joh. Vraag 2. Wie is de ondeugende heks Mudkip? Ja, die staat hier aan het einde natuurlijk, ons Mudkippie. En dan vraag 3. Wie is de VFN 1 Robot? Nou, dat kunnen we ook duidelijk zien. Deze blauwe verschijning, dat is natuurlijk Robot. Die kennen we uit Animal Crossing. En dus hebben we weer alles goed. En krijgen we dus waarschijnlijk MP snoepjes of HP bananen. Ja, het is weer zover, jongens. Ik heb al meer dan 100 bananen. Wat moet ik er allemaal mee, joh? We kunnen in ieder geval even dit kistje gaan openmaken. Althans, als we het kistje weten te vinden. Hey, Wooloo is er weer bij. What up, Wooloo? Alles chillen, Wooloo. Leuk dat je er weer bent, jongen. Gezellig. 2200 monies uit dat kissie. Dat is super chill. Maar als het goed is, ligt er ook nog een grote kissie. Alleen eerst vijanden. En dit zijn ook weer nieuwe vijanden. IJsvrouwtjes. Kom op, Red. We gaan ze pakken, jongen. We gaan ze pakken. Bam. Oh, pas op, Luigi. Oh, pas op, Wooloo. Hier, strooisel voor jullie. Pak ze. Twee zijn er kapot. En de derde gaat kapot door Gogi. Lekker Goigi. Ja, Gogi aanval is niet zo goed. Maar Wooloo gaat een leveltje omhoog. En Gogi gaat ook een leveltje omhoog. En dan kunnen we door. En daar is de grote kist. En wat zit hier dan in? Een kristal toverstaf. Is dat voor Wooloo? Heel nice. Lekker. Nieuwe wapentjes zijn altijd fijn. Dat scheelt een hoop geld. Want volgens mij was deze voor Wooloo ook al vrij duur. Jongens, ik zit toch te twijfelen. We hebben nu twee koks in het team. Zal ik Toad toch niet gaan veranderen? Zal ik zijn klasse veranderen? Moet Toad niet gewoon een krijger worden? Of moet Toad niet gewoon een kat worden? Zullen we een kat maken van Toad? Kat Toad. Kunnen we zijn kleren niet meer aanpassen nou of zo? Oh, dat moeten we waarschijnlijk hier doen. Toadje, hier, doe gewoon je Toadkleding aan. En dan kunnen we in de catalogus, als het goed is, gelijk een wapen kopen voor een kat. Kijk, bijvoorbeeld deze hartjesklauwen. Die kunnen we dan bestellen. En die kunnen we gelijk aan Toad geven. Super nice. Hoppakee, dan gaat hij gelijk naar 41 in de aanval. En we kunnen hem ook gelijk een pakkie geven. En die geven we hem dan ook gelijk. Hoppakee, effect dragen. En dan is het gewoon een pro-kat. Maar eigenlijk moeten we hem nu dan meenemen, hè? We moeten Toad wel gaan trainen. Dus Wooloo, je mag even chillen. En dan nemen we Toad even mee. En dan is het gewoon te hopen dat Toad heel snel hoog level wordt. Maar ik denk dat Toad vrij snel dood gaat nu. Let's go, level 1 Toadje. Wacht, als de rest nou even gaat trippen gelijk. Misschien kan de rest gelijk dan alle vijanden doodmaken. Let's go jongens, let's go Red. Sloop ze. Lekker. Let's go, Rickachu. Maak die andere kapot. Kijk, dit is lekker. Gelijk superveel XP, hopelijk voor Toadje. Eens even kijken wat er gebeurt. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Ja, hij is gelijk niveau 6. Kijk, oké, dit gaat best wel snel. Dit is wel chill. Krijgt hij ook nog de bonus XP. Hoppa, en dan is hij gelijk level 7. Oh, maar dit gaat super hard. Dit is eigenlijk best wel oké. Ik bedoel, Zelda was ook net nog maar level 10, toch? Gaan wij even lekker sprinten, jongens? Lekker rennen? Luigi had het koud, arme Luigi. Ik wist niet dat een slijmfiguur het ook koud kon krijgen eigenlijk. Wow, een vallende ster. Hiermee kunnen we iets wensen? Oh, we kunnen geld, banaan of een vijand. Nou, laten we... Ik ga voor geld, jongens. Hoeveel geld krijg ik? 750. Oké, nou. Was geen hele lucratieve vallende ster. Maar toch, hey, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Oké, let's go, let's go. HP strooisel voor mij en Red. Red de katet, jongens. Red de katet in hyperbed. Hoppakee. Ze zijn gelijk allemaal in één keer dood. Lekker man. Hoppakee, naar level 8 ook. Bonus ervaringspunten, die mag je ook hebben. Binnen de kortste keren is Toad gewoon level 12. Oh, wacht even. Ik heb... Oh nee, nu hebben we een probleem. Ik heb nu gewoon geen... Ik heb geen strooisel meer. Althans, ik heb geen hyperstrooisel meer. Blijf leven. Zet hem op, Toad. Oké, let's go. Alle enemies aanvallen. Ja, Toad gaat dit denk ik allemaal niet overleven, hoor. Nee, daar gaat hij alweer. Ik ga hem denk ik ook gewoon niet reviven. Of zal ik hem wel reviven? Weet je wat? Laten we aardig doen. Laten we hem wel reviven. Misschien kan hij nog iets doen straks. Kijk, hij gaat in ieder geval nu wel iets doen. Oh, hij begint te graven.
Wat begin je te graven, jongen? Luigi is alleen maar zichzelf aan het healen terwijl ik genoeg strooisel voor hem heb. Kom op, Luigi! Aanvallen, jongen! Ik vind Luigi denk ik niet zo heel goed. Hopelijk pak ik nu een van die ijschickies. Ja, die is kapot. Nice. En Toad heeft wat opgegraven. Of die wachtte tot hij een betere aanval deed. Dat kan ook. En de priester die helpt ons ook even. Maar alleen die raakt niemand. Lekker bezig. Zal ik eens even een briesje op zijn bakkes doen? Hoppa. Oh my gosh. Hij slaat Toad zo hard, jongen. Ja, Toad is alweer weg. Oh, arme Toad. Nou, hij krijgt denk ik wel gewoon XP, toch? Dat heeft hij hard nodig. Ja, dat krijgt hij zeker. En hij is al level 9. Ik dacht echt dat het echt 4 rondes of zo zou duren. 4 banen zou duren voordat je een keer op level 7 of 8 bent of zo. Maar dat gaat eigenlijk best wel snel. Zelda, hier heb je een nieuwe sterrenmicrofoon. Dan heb je je garden niet meer nodig. En ik ga mezelf nu ook proberen te trakteren op een nieuw pakkie. De vorige keer kocht ik nog een HP-banaan. Maar nu ben ik een zonnebloem. En is dit dan... Is dit, jongens, waar de grote, verschrikkelijke, boze sneeuwman zich verstopt? Het zou zomaar kunnen. Mew die zegt, ik wil mijn dansles niet missen. We zijn hier voor jou, hè, Mew? Kijk, en hier is die inderdaad. De verschrikkelijke sneeuwmannikie. Ah, we gaan hem aanpakken. Let's freaking go. Let's go, allemaal hyper. We gaan die Yeti pakken, jongens. Jij eerst, Red. Lekker, 105 eraf. Dan Luigi, 49 eraf. Dan ik. Met mijn zonnebloempakje, samen met Toad, 126 eraf. En dan Toad, 64 eraf. Ook lekker, Toad. Hij begint gelijk te beuken als een malle, joh. Dat betekent dat het weer tijd voor een strooisel is, natuurlijk. Wel nice dat Toad gewoon blijft leven. Na één klap. Hij had nog 1 HP over. Nice. Lekker gedaan ook, priestertje. En we gaan gewoon vrolijk door. We gaan deze Yeti even billenkoek geven, jongens. Let's go, Luigi. Nice. Let's go, Toadje. Bap, bap. Oh, en ja, nu is Toad wel dood, maar... Oh nee, hij kan nog. Hij kan nog, joh. En ja, Toad wordt geheeld. Lekker. En de Red die is weer normaal. Maar Red kan normaal ook goede tikken geven. Luigi gaat lekker op het paardje. Maar weet je wat? Ik geef Red gewoon nog een keer strooisel, jongen. Hij mag gewoon nog een keer gaan trippen. Let's go, Red. En de Yeti heeft nog 1/3 of 1/4 van zijn HP over. Bam. Ja, dit gaat goed komen. Dit gaat goed komen. Het is wel een toffe, verschrikkelijke sneeuwman. Hij is wel een basie. Toad gaat lekker even banaantje eten. Was nergens voor nodig geweest, maar dat maakt niet uit. Kom op, jongens. Pak de Yeti. Kom op, Red. Geef hem een tik. 104 HP eraf. Ik doe even een briesje om zijn oren. Luigi gaat even via het paard. En dan is hij denk ik bijna kapot. Ik denk dat we nog 1 rondje nodig hebben. Lekker. Hij mist Luigi ook. Hoppakee. De relatie tussen mij en Luigi verbetert even lekker naar level 11. En Toad is dood. Nee, Toad leeft nog. Lekker, Toad. Toad die zorgt wel voor zichzelf. Ja, dit bevalt me wel. En de Yeti is kapotski. Lekker. Luigi gaat een niveautje omhoog. En die heeft mega genezing geleerd. Dat klinkt echt super goed. En Toad gaat ook een level omhoog. En die heeft dubbele kattenklauw geleerd. En dat weet ik, dat is best wel nice. 750 extra bonuspunten. En die gaan ook lekker naar Toad toe. En dan is die al gewoon lekker level 10, joh. Heerlijk gedaan, Toadje. En Mew zegt, ja, die Yeti die is vastgemaakt door de duisterdere vorst. De duisterdere vorst, Mr. Iwata, is een gemeenerik. Hoe dan ook. We krijgen een beloning van golem biefstukjes. Maar er is iets dat Mr. Iwata heeft overgenomen. En nu is Mr. Iwata de duisterdere vorst geworden. Er ligt hier iets op de grond. Nou, een banaantje. Dankjewel daarvoor. En dan zijn we bij de herberg. En nu moeten we nog 1 opdracht volbrengen. En dan ben ik heel benieuwd wat er daarna gaat gebeuren. Of we daarna naar de duisterdere vorst moeten. Oh, wacht. Hier staat nu ook iemand met de opdracht. Maar we moesten ook nog de opdracht van Kirby doen. Anyway, ik ben heel benieuwd wat er nog gaat gebeuren in Miitopia. En als jij dat wil zien, vergeet dan niet te abonneren en even dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!